Maar gewoon opgedrukken, let's roll. Onafhankelijk van waar je gaat fitnessen, er zullen altijd een aantal oefeningen per lichaamsregio zijn die je eender waar zal kunnen uitvoeren. En vandaag bespreek ik de technische info en background info van 4 basisbeenoefeningen. Maar dat allemaal na de intro. Welkom bij FitFacts, waar jullie veelgestelde vragen rond fitheid en gezondheid zullen beantwoorden. Maar op dit kanaal geven jullie ook verschillende workouts mee of proberen we de technische achtergrond van bepaalde oefeningen verder uit te diepen, net zoals in deze video. Vorige week heeft Inge gesproken over hoe je testosterone kan overwinnen en hoe je beter kan voelen in de fitness. En als je de video nog niet gezien hebt, klik dan zeker op het icoontje boven en dan kan je hem bekijken. En daarna kom je maar rechtstreeks terug naar deze video. Maar een van de punten die ze dus aanhaalde om de testosterone te overwinnen, was ken je basisoefeningen. En dat is nu juist wat we vandaag gaan doen, want ik ga jullie 4 basisbeenoefeningen verder uitleggen. Dus laten we maar rechtstreeks in de oefeningen vliegen. De squats. Een oefening waar iedereen wel een idee bij heeft van hoe hij eruit ziet. Dus je zou je kunnen afvragen waarom moet ik nog meer uitleg hebben van hoe een squat eruit ziet of wat er allemaal gebeurt tijdens een squat. En mijn antwoord hierop zou zijn, een beetje herhaling kan nooit kwaad. En heel misschien vertel ik zelfs iets wat je nog niet wist. En hiernaast is de squat zelfs een van de basisoefeningen waar heel veel andere oefeningen van afgeleid zijn. Dus als je een goed begrip hebt van hoe een squat eruit ziet en wat belangrijk is, kan je dit extrapoleren naar zoveel andere oefeningen. Een aantal video's geleden heb ik over de squat gezegd dat het een biarticulaire oefening is. En dit wil zeggen dat de beweging verloopt over meerdere gewrichten, namelijk de enkel, de knie en de heup. En dit is eigenlijk van toepassing op alle oefeningen die we vandaag gaan zien. En deze biarticulaire oefening wordt mogelijk gemaakt door de verschillende spieren die rond deze gewrichten ligt. Wat de squat zelf betreft zijn er vaste squatmachines waarbij de bar of het gewicht een vaste baan heeft. Deze worden vaak gebruikt bij personen die pas beginnen met krachttraining of de squatbeweging nog niet onder de knie hebben. Eens de beweging beter gekend is, wordt bijna enkel nog een losse barbell genomen. Dit maakt het ook makkelijker om verschillende squat variaties te doen, zoals de front squat, deep squat of de Bulgarian squat. Voor de standaard squat begin je met je benen iets verder uiteen dan heupbreedte. Het gewicht wordt in de nek / schouders gelegd en van hieruit buig je door de benen tot een hoek van ongeveer 90 graden in de knieën. Probeer je gewicht naar je hielen te shiften en de knieën niet te veel voor beide tenen te laten komen. Eens je 90 graden in de knieën hebt, duw je jezelf terug naar boven tot je volledig recht staat. Vergeet niet om ook de billen aan te spannen, zodat je de beweging volledig af kan maken. Er is echter nog één laatste aandachtspunt voor we aan de tweede oefening beginnen en dat is hou je rug recht doorheen de hele oefening. Je kan een klein beetje volgaan in de onderrug, maar ga zeker niet naar bol, want dit kan zeker problemen veroorzaken wanneer je grotere gewichten begint te tillen. Van de 4 oefeningen die ik vandaag ga bespreken, is de legpress ongetwijfeld de gemakkelijkste. Dit omdat de bewegingsbaan bij de legpress op voorhand vast ligt en je houdingsspieren dus veel minder werk zullen moeten leveren dan bijvoorbeeld bij een squat of een deadlift. Ondanks dat de legpress een vast toestel is, zijn er toch verschillende soorten legpressmachines. En afhankelijk van het soort legpressmachine dat jij gebruikt, zal de beweging en dus ook het aandeel van elk van de beenspieren licht verschillen. Als je dus in een nieuwe fitness- of krachtzaal komt waar een ander soort legpressmachine staat, kan het zijn dat je gewicht dat je normaal gebruikt om te trainen zal moeten aanpassen omdat je lichaam de bewegingsbaan van die legpress niet gewoon is en je hierop dus eerst zal moeten trainen. Deadlifts. Net zoals de squat is de deadlift een basisoefening waar heel veel verschillende variaties op mogelijk zijn. Maar in mijn opinie zijn de twee belangrijkste van die variaties de Romanian deadlift en wat ik de standaard deadlift noem, maar het kan zijn dat de fitnesswereld hier ook een andere naam voor heeft. Ik heb geen idee, het is soms moeilijk om bij te houden hoeveel verschillende namen er voor één oefening zijn. Het grote verschil tussen de Romanian deadlift en hetgene wat ik de gewone deadlift noem, is dat bij de gewone deadlift de knieën mee buigen en strekken, terwijl dit bij de Romanian deadlift niet het geval is. Hierbij blijven de knieën in een vaste hoek staan doorheen de hele beweging. Dit verschil zorgt ervoor dat bij de Romanian deadlift veel meer hamstrings en gluteus een lage rug getraind zullen worden, terwijl bij een gewone deadlift de quadriceps een deel van het werk dat de hamstrings en de gluteus en lage rug zullen doen, zal overnemen. Oké, nu hoe wordt zo'n gewone deadlift dan juist uitgevoerd?
Meestal gebruik ik mijn bar met een gewicht op een verhoogje van ongeveer 20 cm. Je kan de oefening ook echter vanaf de grond beginnen, maar dan wordt het een heel stuk moeilijker om de controle in de lage rug te bewaren. Je neemt de bar vast zodat één handpalm naar je toe wijst en een tweede van jou weg. Vanuit deze positie ga je de bar tegen de benen recht omhoog brengen tot je volledig rechtop staat. Vergeet ook hier niet de beweging volledig af te maken door de billen op het einde volledig aan te spannen. Eens je rechtop staat, ga je vanuit deze positie rustig terugzakken tot je gewicht het verhoogje of de grond tikt. Dus het gewicht zeker niet volledig op de grond laten vallen. Eens het gewicht de grond of het verhoogje getikt heeft, begin je terug opnieuw voor je tweede, derde, vierde en vijfde herhaling. Hoeveel je er ook van plan bent te doen. Een laatste aandachtspunt, en dat is net zoals bij het squatten, is het ook bij het deadliften belangrijk om je rug gecontroleerd recht te houden tijdens heel de beweging. Afsluiten doen we vandaag met lunges. Weer een oefening die je waarschijnlijk wel zal kennen. Nu, lunges kunnen met een hele race aan gewichten uitgevoerd worden, zoals kettlebells, barbells, halters en zelfs met medicineballen. En afhankelijk van wat je neemt, zal je het gewicht iets anders vastnemen. Voor de algemene beweging maakt dit niet zoveel uit. Enkel de houdingsspieren zullen bij elke gewichtsvorm iets anders aangesproken worden. Uitgewoond ga ik de uitvoering van de beweging verder bespreken met een barbell in de nek. Maar je weet dat met dumbbells, kettlebells of nog iets anders als gewichtenbeweging er juist hetzelfde uitziet. Je vertrekt rechtop staand en zet één grote stap voorwaarts. Je zakt door de voorste knie tot een hoek van 90 graden. Zorg ervoor dat de knie amper voorbij de tenen komt. Eens je stabiel in je positie staat, duw je je terug op vanuit je voorste been. Dit herhaal je dan juist hetzelfde met het andere been. En dan zijn er nog een paar belangrijke punten. Dat je probeert om je bekken horizontaal te houden en niet te laten afzakken langs links en rechts. En een tweede belangrijk punt is dat je terug opnieuw de rug recht probeert te houden en vooral niet te hol gaat deze keer in de onderrug. Oké, dat zal het zijn voor vandaag. Ik hoop dat je kennis omtrent de basisoefeningen weer een beetje opgefrist is of dat je misschien zelfs nieuwe dingen hebt bijgeleerd. Als dat zo is, klik dan zeker op die thumbs up knop. Laat ons je feedback of vragen hieronder in de comment sectie weten en abonneer je op ons kanaal door hier op die witte bal te klikken. Zo word je up-to-date op wanneer er een nieuwe video online komt op YouTube. En zo laat je ons ook weten dat je ons steunt met onze FitFix journey. En ik zie jullie volgende keer in een nieuwe video. Ciao ciao en bye bye!